Dag beste kikkers, welkom bij de 5e aflevering met Sassendom TV aan de keukentafel. Ik ben benieuwd waar ons duo ons nu weer eens een keer naartoe zal nemen. Wiege, goedenavond, daar bent wij. Nou ja, Wiege, wie wil nog even langskomen, maar wat bleek nou, onze Wiege is niet eens thuis. Wiege die zit buiten Zwolle. Maar wie doet er weer zonder Wiege hoor? Koffie kriegen we denk ik hier wel, maar wie bent nou bij Babies? De eerste van de prinsessen die we nu allemaal achter elkaar nog gaan doen. En ik doe dat natuurlijk niet alleen, want wie heb ik met een hem? Nou, het zal mee benieuwd. Dan kom je daar heen, die weer aan. Ja, daar ben je weer. Kunt u batsen. Nou, je ja, wilt ook naar jou zo over hebben. Ja, we hebben bestuursvergadering gehad. En wat is er gebeurd? Ons Gert heeft zijn jasje weer, hè? Hebben ze zijn jasje weer? Ja, zeker. Maar hij is er wel maar kwijt. Wat dan? Zijn bloesie. Zijn bloesie? Ja. Jeetje, mina. Maar hoe dat die is, dat weet hij zelf ook niet. Maar hij de kop dichter zitten. Hij weet de kop dichter zitten? Ja, met die hooikoorts achter. Ja. Dat is nog een goed spul voor. Nou. Ja, maar gewoon straks eens helemaal over hem. Doen we. En dan moet je ook mijn kleinzoon, die is ook zo voorkomen. Nou, heb ik 2 flesjes voor. Gaan we doen. Zullen we eerst eens kijken als je thuis bent? Ja, dat lijkt me toch wel een... Ik ben niet bang dat er mee binnen. Hoor. Goedenavond, hallo. Goedenavond. Treed binnen. Hallo. Hallo. Hey, jongen. Hi, hi. Hallo. Ja, zo. Zien, ja, niet ook binnen deuren kunt. Wat een helemaal. Wie zitten hier dan gezellig aan de keukentafel, wat dan ook de bedoeling was bij Babies en bij Lex. En wie wil nog wel eens even meteen het ander weten over het afgelopen seizoen van jullie. Hoe komt dat zo dat ze nou bij jou terecht zijn gekomen? Ben jij bekend met het carnaval in die mate van verenigingen? En, Ik ben geen verenigingenmens. Nooit geweest eigenlijk. Maar wel vanaf peuter af aan carnaval en Hardenier. En ja, we gaan altijd naar WVF. Naar Klinebeltes. Ja. Gaan wij elk jaar naartoe. En er was ik al een paar keer, hadden ze mij al een keer al gezegd van, oh, je bent er ook alleen voor om prinses te worden. Nou, er was me al een paar keer zo'n beetje gevraagd. En afgelopen zomer waren we op Texel op vakantie. En toen kreeg ik een appje van de vereniging van Jitsen. Of ik wel prinses wilde worden. Dus ik kijk op mijn telefoon en hij zegt, wat is er aan de hand? Hij dacht dat wat gebeurd was. Dus ik had hem de telefoon zo zien. Ik had alleen nog leven was. Nu zegt hij, nou, aan jou de keus. Dus, en wij zaten net heerlijk aan de tafel, zo allemaal een tentje. En die kids allemaal, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik zeg, hebben jullie zin in de Polonaise? Ik zeg, lees maar. Dus wij hebben de muziek heel hard afgezet. En met mijn mond tent hebben de Polonaise gedaan. Nou, toen moesten we natuurlijk wel even nadenken, want was niet nuchter, hè? Dat begrijp ik. Oh. Nee, daar moet je wel even over nadenken. Ja. En ja, dat hebben we gedaan. En we zouden dan voor het eind van het weekend zouden we bericht geven. Dat was op vrijdag eind van de middag. En zaterdagmorgen gegeven van, we doen het. Toen je weer nuchter was? Ja. Maar nog een keer over. Zelfs toen. Zelfs toen. Ja, goed. Dan kreeg je het volgende. Dan wil je nou denken over een president. Adjudant. Oh, is dat? Ja, we alles in elkaar. Dat was nog pittig. We hebben er 6 afgebeld, die wouden niet. Nee, dan was iedereen nog drinken. Bij iedereen was er één nog drinken. En dan ben je bij de 7e en die durft dan. Ja, goed, dan valt de keus ook. Want de kwerel die valt heel goed. Dat was een beetje tweede keus, ja. Maar ja, dat wist ik van tevoren natuurlijk. Dus, nee, ja, dat was meteen duidelijk. Nee, dat was eigenlijk al van. Ja, we zeiden al van. Als we het ooit doen, dan doen we het samen. En ze wilden eigenlijk nog wel een adjudant erbij. En mensen zeiden wij van nou, er wordt 5e wiel aan de wagen. Want wij zijn altijd met z'n tweeën altijd van links om rechts op. En als ze dan in de buurt komt, dan gaat het niet goed. Nee. Dus, we zijn altijd als eerste en we gaan altijd laatste weg. Het lichtje doen. Ja. Dat is voor sommige mensen net te hoog gegrepen. Maar. Nee, maar dat was gelijk duidelijk. We hebben hier heel veel zitten klutselen aan de tafel. Ja. Heel gezellig met alle kinderen, medailles gemaakt en ook, ja. Stickers. Alle stickers, bierviltjes, noem maar op. Proclamaties, ja. Noem ze maar op. Alles. Ja, de kleding heb je ook zelf gemaakt, toch? Ja.
Ja, dat was ja, dan wat, dat was toch een. Dat vond ik het leukste. Dat vond ik het leukste van de hele carnaval. Dat is van 6 weken al gedaan om alleen al een goede stof te vinden. Ja. Zo. Ja. Ja, dan moet je inderdaad wel ver van tevoren aan beginnen met een prins uitzoeken of een prinses. Ja, de 6 weken al doet om een stof in. Maar ik moet eerlijk zijn, die zag er beeldschoon uit. Dank je. Ik had iets in mijn hoofd, ik wilde eerst een andere kleur doen. En toen kreeg ik te horen van, nou, zou het wel heel leuk vinden als je het in de kleur van de vereniging doet. Nou, een beetje gekeken naar wat iedereen aan heeft, zwart met blauw en wit en zilver. Toen dacht ik van, nou, dan moeten we ook echt in, dan moet het er ook bij passen. Ja. Ja, toen had ik natuurlijk zoiets van, ik wil een grote jurk maken, een grote hoepel eronder, daar hou ik van, vind ik leuk. En ja, dan wou ik blauw fluweel in de kleur van de vereniging. Ja, dat was er zo niet zomaar te vinden. Dus we zijn echt stad en land afgewezen, alle stoffenbeurzen af. Ja. Maar we hebben het gevonden, Ja, het sprong in ieder geval wel goed uit. Uiteindelijk ergens in een heel klein winkeltje in Linden van Utrecht. Ja. Want er was een vent die we gesproken hadden op de beurs in Leeuwarden. Die zei van ja, hij zegt, volgens mij heb ik ergens nog een rol liggen in de winkel. Dus ik op dinsdagmorgen de half naar Utrecht toe. En ja, dat was het. Dus ja. Toen kon weinig aan de slag. Ja. En hoe lang ben je mee bezig geweest met dat pak? Jurk. Ja, allebei. Allebei, pak en jurk. Die vroeg zo voor de jurk. Allebei. En die vroeg zo dan de jurk. Pak en jurk. Ja, 2 weekenden. Ja, 2 weekenden. Ja. En 2 weekenden om het te maken. Ja, en alle strassteentjes en dergelijke. Ja. En op dat vreed tijd en kost nagels. Genaamd. Nog steeds. Nee. Maar het mooiste was wat zij in haar hoofd had, dat is uiteindelijk ook gewoon geworden wat ze echt voor ogen had. En het meest briljante was gewoon echt de reactie van de mensen. Dat was gewoon, het was natuurlijk niet helemaal echt standaard carnaval qua jurk of qua pak. Als eigenlijk een god. Ja, maar dat hoeft ook niet altijd. Oh, god, maar daar gaan de mensen meestal vanuit, weet je wel. Van pak, kip of. Maar ook gewoon heel simpel op de prinsentreff in Nijmegen. Dus iedereen wou met de prinses op de foto, met Pies op de foto. En iedereen, wat zien jullie er prachtig uit? Ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk mooie beloning. Dat zeg je trouwens wel mooi. Ja, sorry. Iedereen vond. Iedereen wilde met jullie op de foto, maar Babies was mooi. Ja. De gozer dag alleen met Babies op de foto. Een stukje zelfkennis als. Ja, goed. Onderin met dat carnaval. Het carnaval is jou natuurlijk niet vreemd wat betreft vereniging. Nee. Dat klopt. Ik zag dan net nog een mooie foto in de gang. Ja, een halletje. Ja, dan hangen 2 generaties in. Mijn vader hangt er ook bij. En komt straks natuurlijk de 3de hoogheid van de familie komt er ook bij. Dan. Ja, leuk hè. Dus ja, nee, het verenigingswezen is natuurlijk altijd een harde nieren. Donateurs nummer 12 van de Gleuvenschoevers zelfs nog. Dus dat gaat al heel lang terug. Ja. Eigenlijk helemaal in het begin van de origine van de vereniging. En ook bij de WSLO's die dan helaas niet meer bestaan. Dat is gebeurd. Ook jarenlang meegelopen. Dat is mijn vader prins geweest. Dus mijn wiesjes hebben tegen mij van ja, maar wat moet ik ervan verwachten dan? Ja, ik kan je wel alles vertellen wat ik mee heb gemaakt, maar je moet het zelf moet je het meemaken, op je af laten komen en dan zie je vanzelf hoe je reageert. Ja, dat is gewoon briljant gedaan in mijn ogen. Dus, het was voor ons in ieder geval echt een top, ja. Top? Ja, nou, ik moet ook zeggen een petje af. Overal waar je heen kwam, daar zag je Babies en Lex liep er dan achter. En dan wat Lex zegt, ze waren als eerste en als laatste naar Rusland. Ja. Dat viel me trouwens ook op. Ze waren zelfs later als ik. Doe nog eens wat, hoe weet je nog dat ze het laatste waren? Je gewoon altijd de hele weg bij Citroën. Ja, altijd. Maar Gert die hangt overal zo'n cameraagje op, hè? Is dat nooit opgevallen? Nou, ik zie hem hier niet staan. Nee, hij ziet door in de hoek. Die ziet er in de hoek met een blauwe shirt op. Ja. Zelfs als hij er niet is, dan is hij er toch. Maar hoe heb je het ervaren, het hele afgelopen seizoen? Want je moet nog een stukje, hè, natuurlijk. Hè? Je krijgt graag nog is dat een. Zo? Ja. Oh, pak als wat kort. Ja. Nee, ik vond het super. Ik vond het echt hartstikke leuk. En het is ook eigenlijk heel snel voorbij gegaan. Want eerst was iets van, weet je, omdat je niet. Ik ben dus nooit in een vereniging geweest, dus je weet ook niet wat voor praatjes je moet doen. En je weet echt niks. En daar had ik wel in het begin wel even zoiets van. Ja, maar dat was na 2 keer was dat ook gewoon. Maar dan gaat het vanzelf, hè? Jawel. De angst is natuurlijk van, je komt eigenlijk bij een
voor jezelf een nieuwe vereniging. Ja. En ik ken wel vanuit het verenigingswezen. Inge is natuurlijk prinses geweest in mijn jaar. Daarmee ken ik heel goed. Dus een heleboel mensen van de hoelapjes, die ken ik wel goed. Alleen was voor Bies natuurlijk niet zo. Maar het was eigenlijk van meet af aan zo'n warmte en zo'n vriendelijkheid. Ja. En ook bereidheid om te helpen, ondersteunen. Maar ook gewoon echt meewerken om er gewoon een hartstikke mooi jaar van te maken. Zoals bijvoorbeeld met de wagen. En met een nieuwe, domicilie om feestjes te geven. En ja, dat is gewoon echt hartstikke warm. Ja. En dat zo'n feest maakt, als je een hele goede rol hebt, is heel mooi. Maar staan verenigingen achteraan of niet achteraan, dan heb je feitelijk nog niks. En dat was gewoon briljant om te zien bijvoorbeeld. En dan praat ik misschien even veel. Omdat je op een maandag bijvoorbeeld... Die is nooit. Dat je op een maandag... Wat een god. Dat je op een maandag gewoon met 50 man de stad in gaat. Ja, dat was heel indrukwekkend. En toen hebben we ook van heel veel mensen gehoord van... Jeetje, wat hebben jullie een vereniging? Toen hebben we maandag was het toch wat rustiger overal. En we gingen maandag natuurlijk zo'n kroegtocht doen met z'n allen. En er waren echt heel veel mensen. En we kwamen in het wijnhuis en we wilden eerst naar de tenten van gaan, maar die was al dicht. En toen kwam in het wijnhuis en er was helemaal niemand. En ze schrokken echt dat wij eraan kwamen. En het was van, hè? Wat een boel mensen. En ze sprongen gelijk achter die tap en het was binnen no time was het er. En muziek hier. Ja, dan ging er een zootje weer. Ja, ja. En dat met de palen opzetten. Ja. De vrijdagnacht. Super. Stond je bovenin? Heb je niet gezien? Ik vond het jammer dat ik die Tillerlens niet ben, dat ik natuurlijk dit beter halen. Wie was het nog eerst aan maar kwiet? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, normaal gesproken weet ik overal van. En ik stond er met Notaplein en ik stond er met Jan Volkers. En ik denk, ogen in. Dat wil toch wat. En die afrastering ben je daar niet. Ik denk, nou, wat is dit nou dan? En op een gegeven moment ik de boom in de blee aan. Die, hoe heet die jongen van Holterman is dat geloof ik, hè? Happy. Je noemt niet dat de blee aan de bovenmin. Ik denk van, nou, maar dit was echt, ons gezien naar boven. Ik stond dan helemaal achter die meute. En dan zie je die fakkels en dan zie je die mensen en dan zie je jullie erboven. Ja. Ja, dat was gewoon heel indrukwekkend. Ja, dat is goede dag. Maar dat was van beide kanten. Ja, maar van beide kanten. Ik had ook echt zoiets van, we gingen die trappen nu. Echt gewoon, kribbels in je buik. Je zag zoveel mensen op dat plein. En we lopen die trap op en er staat echt zo'n heel groot pak paarse toiletpapier. Ja. Ik kon het niet laten. Dus ik heb erin meegegist. Ik had geen serpentine bij me. Ik denk, nou dan mag ik weer zeggen. Ja, nou goed, dat moet er ook. Je moet je onderscheiden. Dat was super. Dat was gewoon heel erg. Dat was gewoon heel indrukwekkend. Gewoon, en je voelt je toch even een beetje king of the world als je daar in één keer zo staat. En zo'n hele menig tot zo'n plein gaat helemaal uit zijn dak. Ja, dat is echt super. Nou, helemaal. Ze zeggen van het hoort niet zo, maar ik vind het toch altijd nog mooi dat de hoelappers nog altijd die paal hebben, die ze zelf opzetten. Ja, die is heilig bij ons. Ja, maar noem maar, dat vind ik ook gewoon super mooi. Je ziet ook als je binnenin staat, en toen in die oude hoogheid er allemaal binnenin kwamen voor die paal op te zetten, dan je zag het altijd uit je ooghoek en zag ik altijd van nou, die paal die gaat daar ook omhoog. Ja, altijd nog even gewoon die kant foto's opmaken en dan weer terug. Maar zo echt een. Was ook echt een happening, hè? Vanuit het Hessers Café. Ja. Van de Oelenburg, gewoon in optocht. Over die melk mee, met muziek erbij. Ja, dat is echt wel. Dan moet je gauw je hoogheid nog weer uit de bak gooien van een dak zien te vissen om op tijd beneden te zijn. Dat kostte wel een paar schaven. Ik moest met die grote jurk over, over de lijfsteentjes. Ja, over de lijnen, dak. En dan moest je over een muurtje heen. Nou, die kan dan wel, maar de andere kan wel op die dak padden. Dat vond je en hij zei al, dat gaat niet goed, je gaat niet die dak gewoon in. Ik zeg, ik wel. Ik denk, oh god, dat gaat niet weg. Maar dat viel gelukkig mee. Ja, goed, en dan is het de vrijdagavond, dan ga je naar huis. Ja. Inderdaad, uurtjes, licht uitgedaan. Zaterdag morgens vroeg op, want dan moet je weer in van het station ophalen. Ja. Ja. Ga je naar het stadhuis, eerst de brugrek nog. Ja. Dan naar het stadhuis toe. Ja. En dan krijg je de optocht. Ja. Geweldig. Wij zijn, toen de afgelopen was, zullen we nog een rondje? Ja. Dat is echt, je weet je, normaal kijk je altijd zelf naar de optocht. En ik heb wel eens meegelopen in de optocht zelf. En dan duurt het voor je gevoel ook gewoon veel langer. En nu als je echt boven op die wagen staat en
Ja, je ziet al die blije gezichten van die kindjes met met de paraplu op de kop. Ja. Van gooi hier het snoep maar in. En dat was geweldig, ja, dat ging ook precies goed. Ik bedoel, de vereniging had geregeld dat wij vanuit de stad een plek hadden om even een broodje te eten, een kopje soep erbij, allemaal goed verzorgd. Ja. En daarna konden we lopend naar de wagen toe. Nou, het was verschrikkelijk rot weer, we hebben 2 potjes meegenomen. Leuk foto's van. En op het moment dat de optocht eigenlijk ging rijden, was droog. En dat is droog gebleven. Ja. Dat was gewoon helemaal perfect. Ja. En de groep die had het verschrikkelijk naar zijn zin. En deden allemaal acts en dansjes. En iedereen had gewoon verschrikkelijk veel schrik. Dat was echt leuk hoor. En dat was gewoon echt, dat was het hoogtepunt. Wat betreft echt zo samenwerken met elkaar, om er gewoon echt een hele mooie act van te maken. Ja, en dan ook nog die eerste prijs vindt, ja, dat is dan echt een helemaal briljant. Ja, dat is dan de bekroning. Ja, het grappige is, kijk, je hebt natuurlijk een wagencommissie die verzinnen wat. En Ron Berghuis is dan toch weer een beetje de link tussen de nieuwe hoogheid als prezen en dan en de wagen, om dat een beetje te matchen. En het leuke was, de mensen hadden meteen zoiets van, dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen en dat past dan bij het thema. Terwijl ze helemaal nog niet wisten of het überhaupt voor de prinses of een prinses of een prins zou zijn. Wat gebeurde daar voor nog aan? Die intentie om de basisvorm van de wagen te verzinnen, dat gaat natuurlijk op een paar cues van waar moeten we aan denken, wat zou het thema zijn. Maar moet je wel even zeggen, zodra wij in beeld kwamen, zeg maar, dat wij gevraagd werden, toen zijn wij gelijk, hadden wij direct van dit thema, de naam bedenken. En toen hebben we een hele avond met mijn jongste dochter, jullie aan tafel gezeten, tekeningen maken. Zo moet de wagen worden. En we hebben al die foto's doorgezet. Ze werden helemaal gek geappt. Nog een foto. En wij zaten echt met zulke kom aan tafel, tekenen. En dit gaan we doen en dat gaan we doen. Echt super enthousiast, hè? Iedereen ook. Maar dat hebben ze wel in gebruikt. Dus dat kon nog. En, de pakken. Ja, dat was... hier dagenlang naaien, knippen. Bij de wagen, zagen, noem maar op. Gewoon echt een heel groot team bij elkaar. Iedereen die deed gewoon mee, was gewoon super. Ja. Nou, het zag er gezondheid gaaf uit. Dat meen ik. Dat was kleurrijk. Ja, sowieso. Goed, ik ben altijd nog in. Ik ben altijd van aan Basel. Heb je nog een intelligente vrouw? Nou, ik heb wat gehoord. Oh god, als die maar de deur heeft. Je kunt niet zien dat ze rood is, want ze is bruin, hè? Ja, nee, ze heeft een zonneling. Ja, dus. Pas terug naar weer vuur, hè? Ja, maar dan heeft ze expres een nummer. Als je een vrouw is, dan zijn de meeste mensen in een rood kleur. Nee, dat valt wel met. Nou, vrouw is. Ik heb gehoord dat er op de sluitavond iets bijzonders is gebeurd. Dat ze wat speciaals hebben laten zien. Ja, klopt. Ja. Heel mooi. Ja, dat was sterk spul, hè? Dat was echt een kippenvel moment. Dat was echt mooi. Ja. Prachtig, normaal achter ons. Heel mooi filmpje gemaakt, jullie. Filmpje en dan? Nou, heel mooi film. Het was echt, wij werden neergezet en het was gewoon een hele leuke avond. En iedereen zei altijd van, we sluiten avond, dat is eigenlijk een beetje, dat moet gewoon. En wij kwamen daar en we gingen zitten en licht werd gedempt en iedereen ging achter ons staan. En dat werd een filmpje gedraaid, en helemaal toen het stukje van Halleluja in de kerk kwam, dat ging me weer. Hè. Die hoor hier en hoor je slot. Ja, dat was een mooier slot dat je niet kunnen hebben. Nee. Voor mij is het zo al. Was het klaar? Ja, dat was echt het perfecte einde van een prachtige. Ja, dat van iedereen een mooie hoos. Ja. Die ook heel. Nee, ik zal niet. Die heel hard thuis gekomen. Ja. We hebben ook nog een roze gekregen. Ja. En die ging eerst een taxi in het, toen iemand erachter had. Dat was mijn sluier. Nee, dat was heel grappig. Daar had je een filmpje van moeten hebben. Ja, nee, we willen niet overal blijven zijn. Nee, we willen met ook dingen privé blijven. Ja. En toen was het, dat was echt geweldig. En het mooie was ook van, iedereen viel elkaar in de arm. En het was ook echt, ik had ook echt het gevoel van, we hebben het met z'n allen gedaan. Dat was eigenlijk wel... Ja. Wat heel typerend was voor die afsluitavond. Van iedereen was het gezamenlijke kant van de afsluit. Het was niet zo van we moeten dit even doen, want er was wel wat angst in eerste instantie van onbekende ruimte, een nieuwe situatie enzovoort. Ja. Toch ook het gedwongen afscheid van de vrolijkheid, dat er ook wel meer meespeelt. Maar iedereen had het gewoon zo, iedereen was zo vertrouwd met elkaar en iedereen was zo overtuigd van het feit dat ook de. Alle oerwappers gewoon echt een heel goed jaar neer hadden gezet, ook als vereniging.
Ja, dat is wat ook echt gezien als een maar als ook even nog compliment aan de Weijerbelt. Ja. Hoe waanzinnig dat geregeld was allemaal. En, maar je moet hem als tip meenemen, volgend jaar als ze zich weer gaan omkleden, dan zullen de gordijnen dicht doen. Oh, is dat zo? Ja. Want er kwam iemand neer, kwam iemand naar me toe te zeggen, ik weet wie, zei? Ja, nou, dat niet meer alles. Het pad aan de achterkant, ja, was gelukkig maar één man, maar het pad aan de achterkant was vrij toegankelijk. Wij zijn waardig dat gordijn hadden, wel dicht. Ja, nou, achter zit die ruimte, dat kan best wel zijn geweest. Ja. Ja. Een tip voor volgend jaar. Maar goed, dan, maar, ja, dan is het straks afgelopen en dan word je dan gelijk opgenomen in het vastendom? Of is dat dan weer later? Is dat dan weer een jaar later? Dat zullen we dan wel zien, of ze ons willen hebben. Ja, maar is dat dan dus op die avond? Nee, in principe ga je af en dan is het dan aan de commissie om te bepalen van of je opgenomen wordt in het vastendom. Ja. En dat zou mij zeer teleurstellen als het niet gebeurt. We hebben al drie feestjes gegaan, we zijn er nog niet. Nee, nou ja, goed, Babies neem eens af. Ja, daarom. Oh, dat is natuurlijk ook zeker. Dus. Ah, ik heb al een gekste keer gezegd: van, ik wil ook meedoen, ik moet het ook mee aansteken. Dan moest ze even over nadenken. Oh. En dat maakt het niet meer iets? Nee, hij heeft een beetje een andere kleur. Was die van die andere? Nee, dat is een geintje voor. Kijk, we gaan eerst even een heel mooie afsluiting maken van het seizoen. Ja. We hebben nog een paar hele leuke feestjes voor de boeg en we hebben een heleboel. Welke hebben jullie nog? Volgens mij hebben we de. Oh, je hebt straks eerst nog de gymnastiekvereniging, hè? Kielerbeltjes hebben we nog. Ja. En, even kijken. Volgens mij. De Stadspins. Ja, volgens mij. En de Tonnenzotters, denk ik. Ja. Die zitten ervoor. Ja. Die zijn nog niet geweest. Ja. Die wel, ja. En dan moeten jullie straks volgende week of die weken erop, moeten jullie nog aan de gymnastiek oefening? Dansen, hè? Oh, dansen? Ja, gymnastiek oefening. Nee, dansen met dansen met dance. Zondag, hè? Als het lukt, hè? Als het lukt, ja. Als de blessure. Maar die kon niet, hè? Gert kon niet. Ik kan weer niet. Nee, als de blessure dus, het toelaten. Als we de avond ervoor uitlopen. Als we de avond ervoor uitlopen, ja. Dan is een halve marathon, hè? De dag ervoor. Dus beentjes wel een beetje goed aan de volgende. Ja, maar dat wil ik wel. Ik heb er goed vertrouwen in. Ik heb wel mogelijk. Maar wie brengt er? Is die dan weer te zwaar? Ja. Is die dan van 5, 4? Wie brengt er een punt dan? Of hoe noem je dat? Stukjes met in ieder geval. Wie stoppen er met? Ik denk dat we het wel Betty mooi hebben gebracht met Lex en Babies. En ik hoop dat iedereen ook weer wat moois van maakt. Waar zat ook alweer? Denenkamp toch? Denenkamp. Dat kun je ook lullen, hè? Dat weet je, Witte, hè? Nou, dat was het. En denk aan dat Bloesje van Gert, hè? Oh ja, Bloesje van Gert met name. Nou, Wiegel, de groeten. Hoi. Doei. Doei. Nou jongens, bedankt maar weer, hè. En tot de volgende keer.